kijk nou naar mij, man. Ik mag ook wel een kop koffie drinken, niet? Zo vaak drink ik in een koffie. Godverdorie. En het is altijd oude koffie wat ik zou hebben, want ik heb het even merken om 8 uur gemaakt en nu is het 8:15. Dus ik zit al 2 uur aan in een kop koffie. Weet u hoe dat komt? Omdat ik me zorgen maak over jullie. Zoals altijd maak ik me zorgen over jullie. Jullie laten mij allemaal in de steek. Allemaal. Godverdorie. En de eet toch zo vies, hè, koude koffie, hè. Dat doet het toch eigenlijk niet aan, zou ik zeggen, hè. Maar je doet het elke keer weer wel, want je weet het ook niet meer op de lijst, hè. Nee. Weet je wat het is? Die koffie is niet verkeerd, hè. Maar de melk wat erachter zit, hè, die is verkeerd, hè. Die laat koud worden en dat is hartstikke stom. En dat maakt mij ontzettend boos. En weet je wat nou eigenlijk nog mooier is? Dat het niet de koffie was die me boos maakt. Maar vooral wat ik daar ga vertellen tegen jullie. Daar heb mij boos gemaakt. En die heb ik nog gemak nog voordat ik die koffie nou leeg zou hebben. Oké, daar waren we. Je zult het allemaal dadelijk wel zien ook. Hier is Harry weg. Ik heb de laatste tijd wat stilgehouden en dat heeft heel veel reden. Ik had er maar geen zin meer. Ik ben helemaal uit mijn werkelijkheid weggelopen, want weet waar nou het probleem was? We hebben nou gekeken naar voetbal laatste weken en dat waren gewoon, ik mag wel zeggen, verschrikkelijk slecht. Het was het meest erge wat we hebben kunnen meemaken. Ik heb er gewoon geen enkele woord meer voor eigenlijk, want het is gewoon diep triest. Al die tijd dat wij hebben geloofd dat ze nog wat konden in Nederland, is helemaal ingestort. Heel die wereld van Nederland waar wij allemaal in geloofden, is nog geen dubbeltje meer werd. En een dubbeltje is er ook al niet meer. De cent tegenwoordig 10 eurocent. Nou, bedankt. Die euro's zijn ook al geen flikker meer weg. En daar zal mij ook allemaal gestolen worden ook, maar dat Nederlandse gevoel is er ook niet meer. Of er nou een wilders is of geen wilders, het is er niet meer. En dat moet het bij me eens zijn. Er is helemaal geen moraal meer, geen gemeenschappelijk gevoel meer. We doen maar waar we zin in hebben en we luisteren niet meer naar elkaar. Oh nee, we zijn gewoon met onszelf bezig, want we willen allemaal up. We willen up. En wat willen we daar doen? Helemaal niks. We willen gewoon de baas blijven en we willen zeggen dat we zo goed zijn. Terwijl het in het echt natuurlijk helemaal niet waar is. We zijn gewoon hartstikke slecht. Durf nou toch eens gewoon als Hollander te zeggen, we zijn uitgefeest, we moeten terug naar beneden. En dan moeten we zeker allemaal naar de VVD luisteren, want die zijn de baas en die gaan dat bepalen voor ons, hoe wij dat moeten doen. Ja, en we doen allemaal lekker stom en we gaan lekker meedoen. Hè? We gaan allemaal naar de stembus straks en dan zeggen we gaan allemaal stemmen op de VVD, want die weten hoe het moet, hè. Ja, geen ontwikkelingswijk meer. Nee, doen we niet. We halen zelf geld bij de Mexicanen en de Argentijnen en de Brazilianen om dat ons te helpen, want Europa heeft geld nodig. En geloof mij, ze krijgen het ook nog. Denk ik van, ja, waar zijn we nou mee bezig, mensjes? Waar zijn we nou mee bezig? Moeten we nou nog meer gaan bedelen bij een ander? Terwijl ik het zelf niet goed gedaan heb? Kom op. Even wakker worden, hè. We gaan allemaal terug naar af. En dan moeten we maar even hulp hebben van iemand die het ook al niet had, maar die nou toevallig een klein beetje beter had. En die het geld hadden gereserveerd voor de werkelijke armen in Afrika of in de Filipijnen misschien wel, je weet. Maar in ieder geval, Harry is er niet mee eens. Harry vindt het allemaal maar slecht en Harry hoopt echt dat Nederland wakker wordt en zegt van, dit doen wij niet meer, hè. We gaan dus wat meer aan de mensen denken die er wonen, aan de verzorging van ons, want dat hebben we ook nodig, en eten en vervoer. Even naar het ziekenhuis, 6 euro, hè. Dat is eventjes 14 gulden, zeg maar, hè, waar je betaalt voor het ziekenhuisbezoek. En dan moeten we dan misschien 3 keer in de week heen. Nee, tel eens even uit wat dat kost. Nee, mensen,
zo gaat het echt niet meer. We moeten echt meer aan elkaar gaan denken. En dat betekent dat we toch wat meer moeten inleveren. Ja, niet wij, niet die armen, maar die het een beetje beter hebben dan wij. Hè? Er zijn genoeg van die zaken, maar aan de volgende, die top daar, die best wel wat kunnen afstaan. Hoeft geen miljoenen te zijn, maar ja, dat is ook goed. We zijn niet zo flauw, hè. Maar we moeten wel meer met elkaar rekening houden en niet alles maar aan hun eigen centjes denken, hè. Die villa's hoeven niet groter, die zijn groot zat en je woont schoon. Dus we gaan maar eens kijken wat we kunnen doen om het land nog een beetje te redden. En dat voetbal, ja, denk ik toch dat we daar echt niks meer in moeten doen, hè. We gaan weer gewoon van vuren van beginnen, zonder geweld, want het geweld is nog veel erger op het veld. En we doen er onze kinderen niet meer aan, want daar hebben we een hekel aan. Want die voorbeelden die ze zien nou op tv, hè, van schuppen tegen elkaar, hè, doodsmakker maken en zo, hè, dat kan toch niet goed zijn voor onze kinderen? Hè? We moeten weer leren voetballen, we moeten weer leren van elkaar af te blijven, ook heel belangrijk. En misschien, heel misschien gelooft Harry dan nog in een klein beetje toekomst. Maar we moeten heel voorzichtig zijn, want ik denk dat het nog heel moeilijk wordt. En zeker met die idioten die denken dat ze het allemaal beter weten van de VVD en de CDA. En zijn er wel meer, maar ik ga niet iedereen verraaien. Dat doe ik er zelf maar uit. Ik heb nog steeds mijn hart liggen bij, je weet het wel, hè, bij de SP. Hè. Want ik denk toch dat we meer met elkaar rekening moeten houden en een klein beetje sociaal denken. Zo moeilijk moet het toch niet zijn, hè? Oké, lieve mensjes, we zien elkaar spoedig weer. Dit was weer eens een gesprekje met Harry, hè? En voetbal, jongens, we gaan weer lekker handballen, hè? Dat kennen we allemaal nog, hè? Hey, groetjes en tot de volgende keer, hè?